Sinds 1974 is er geen overzicht geboden van Matthijs Maris. Dat was in het Haags Gemeentemuseum en dat bevatte weinig late werken. Omdat die werken zich bevonden in de verzameling van William Burrell, een scheepsbouwer uit Glasgow. Burrell had besloten dat die collectie nooit over de zee vervoerd mocht worden. En die collectie is in 1944 aan de Schotse staat geschonken. En daar is in eind jaren 80 een museum gebouwd, de Burrell Collection in Glasgow. Maar het betekende dat daarmee de naam van Matthijs Maris in Nederland eigenlijk verdween. Als dat werk dan niet meer te zien is, ja, verliezen mensen letterlijk uit het oog. Toen heeft het museum aan het Schotse parlement gevraagd of ze toch ontheffing mocht hebben van die clausule. Toen wij dat hoorden, hebben we meteen gebeld. Ik nam mijn even knieën in de Burrell Collection en heb gezegd: Vivian, ik wil heel graag dan de ultieme Matthijs Maris tentoonstelling maken. Dus nu, voor het allereerst, kunnen we Matthijs Maris in al zijn compleetheid en zijn volledigheid en zijn veelzijdigheid laten zien. Vivian, dus de conservator, was hier vorige week en die zei: "Oh Jenny, Burrell would have been so pleased." Dus we zijn ook blij dat William Burrell eindelijk zijn werk aan Europa kan laten zien.